hoop dat jullie benieuwd zijn naar het eindresultaat. Uit. Het moment van de waarheid. Ja, maar ik begin ook wel blokjes te zien bij jou een beetje. Ja, we gaan even lekker wegen. Over 5 weken gaan wij op vakantie en willen wij flaneren op het strand met onze summer buddies. Maar helaas is er nog een hoop werk aan de winkel. In deze miniserie nemen wij jullie mee tijdens deze transformatie. Gaat het ons lukken? Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Samen Fit naar Zomer. En jawel, het is ook meteen de laatste. De allerlaatste. Ja, dus ik hoop dat jullie benieuwd zijn naar het eindresultaat. Ja, ik moet zeggen, we hebben het echt heel goed gedaan. Ja, we hebben echt gebult de afgelopen 4-5 weken. Ja, en de update is natuurlijk weer vandaag van de afgelopen 2 weken. We hebben echt keihard ons best gedaan. Ja. En laten we nu ook eventjes terugblikken naar hoe we getraind hebben. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Yes. Even if we're hanging by a thread. The words you said is spinning in my head. I just wanna pull you closer in this bed. Take me back into your arms, and I'll never let you down. Let you go. Let you go. And I'll never let you down. Let you go. Take me back into your arms, and I'll never let you down. Let you. Just last week you called me. Talking's driving me insane. Hello. Just last week you called me. The way you're talking's driving me insane. Hello. Hello. Even if we're hanging by a thread, and the words you said is spinning in my head, I just wanna pull you closer in this bed, take me back into your arms, and I'll never let you down, let you go. Zo, na sporten moet je. De groceries zijn weer binnen. Groceries toch? Groceries. Groceries. Maar na het sporten moet je. Groceries. Eten. Ja, goed zo. Moeten die gains weer even lekker oppompen. Niet normaal. Zo, Francis, zijn we wat lekkers aan het koken? Cooking with chips. Wat gaan we maken? Lekkere fajitas, of nee? Enchiladas. Enchiladas. Lekker hoor. Lekker hier zo'n wrappie. Ja. En dan lekker met gehakt en groenten en kaas. Salsa erop. Top. Ja, het wordt echt zo lekker. Lekker, ja. Goed bezig. Ik ga jullie een lesje enchiladas maken. Kijk, dit is lekker hé. Dit is gewoon gehakt met paprika en mais. En dan doe je er zo een beetje zo. Een En dan zo lekker op je wrappie. Zo. Lekker. Niet te veel, want anders gaat hij natuurlijk niet meer dicht. En dan? Dan gaan we naar de volgende stap. En dat is lekker van dit hé. Dit is lekker met tomaatjes en uien. Salsa. Beetje salsa-achtig inderdaad. Nou, dan, dat kan allemaal een beetje bij, hè? Ja. Zo. En dan een heel klein beetje van de saus. De crème fraîche saus. Nee, dat wil ik niet. Jawel. Ik neem kaas. Je hebt het nog nooit geproefd, die saus. Nou, ik hoef ook geen saus. Dat is, daar zit het gehakte de kruiden in. Schat. Zo, lekker een beetje kaas zo erop. En dan een beetje chilisaus. Zo. Hop. En dan ga je hem dicht doen als hij nog dicht gaat. Zo. Smullen.
echt super vaak kunnen trainen. Helaas niet elke dag met Daniel. Maar als Daniel niet mee kan, dan ga ik of alleen of samen met een vriendin. En de volgende beelden geven een training aan samen met mijn beste maatje Doortje. Anderhalf minuut, hè? Oh, dat is heel zwaar. Oké, mensen, we zijn dus nu begonnen met de challenge. Anderhalf minuut gaat ze planken. Heel benieuwd of ze het goed houdt. Denk het wel. Het moment van de waarheid, dames en heren. De allerlaatste weegmoment. Moet ik goed zo? Hij is goed zo. 74,8. Oh mijn god. Kijk nou, dames en heren. Oh. 75 kilo. En vorige keer woog je 76, volgens mij. Ik ben van 82 kilo afgekomen, 83. Ja, dus je bent echt heel veel kwijt. Ja. Maar kijk even naar jouw buik, hè? Die buikspiertjes. Ja, die komen weer terug. Wow, yo, je hebt gewoon een sixpack, man. Ja, de laatste week moet het nog af. Ja, er zit echt nog een heel klein vetje, maar dat vind ik op zich niet storend, hoor. Nee. En dit lekker is ook weg, die hendeltjes. Nou, het begint al wat te worden zo. Echt, hè? Maar ik ben benieuwd, want gewicht zegt niet zo heel veel. Tenminste, het zegt wel wat natuurlijk. Het zegt dat ik ben afgevallen. Maar... ik ben ook benieuwd naar die vetpercentagemeting, of daar nog veel verschil in zit. Ja, absoluut. Laten we dat eens even gaan doen. Yes, we gaan even vetpercentage meten. Nou, daar hebben we net wel een bekend klemmetje weer. We gaan lekker dit vetpercentage meten. Armpje. Oké, nou, we beginnen weer met het armpje. Oké, 2. Achterkant. Ja. Tricep. Nee, ja, anders even dood. Rug. Is 10. Zo, dat is een verschil. Die was 13, hè, weten we nog. Rug 10. Oké, dus rug 10, buik was 6. Ja, 16. Plus 2 is 18. Plus, dat ik om een piece, of een rug, is het tricep? 5. 23. Oké. Okay. Nou, dan pakken we weer even het tabelletje erbij. Pak het tabelletje erbij, maar volgens mij had ik vorige keer 28. Ja. Nou, pak hem maar erbij. Echt zo, je had vorige keer 28. Volgens mij wel. Kijk, meneer, u bent 30. Ja, wel. Dat is. Oké. Okay. Voor 30 zegt hij 13,8 en voor 29 zegt hij 10. Dus laten we tussenin gaan zitten, zitten we 11,5. Ja. Tussen de 10 en 13. Dat is wel echt netjes. Nou, dan zit Daniel dus nu rond de 11% vet. Ja, dat is een groot verschil. Ja, niet normaal, hè? Je hebt dit echt heel goed gedaan. Ja, ik ben er ook best wel trots op. Ja. Ik haat diëten, ik vind het echt vreselijk. Ik wil eigenlijk gewoon eten waar ik zin in heb. Nou, maar weet je wat wel gewoon echt nice is? Als je dan zeg maar gaat afvallen, dan doe je het wel gewoon. Tuurlijk doe ik het. En dat is wel iets waar mensen echt super veel moeite mee hebben, om dat echt lang vast te houden. Ja, als je wilt diëten en je hebt een doel om af te vallen, dan moet je je wel aan houden. Anders dan gaat het nooit lukken. Anders werkt het niet. Nee. Maar nu ben ik benieuwd naar jou. We gaan naar jou even naar Frens verwegen. Nou Fren, nu moet je een bikini aan. Jeetje! Daar zijn we weer, dames en heren. We gaan even lekker wegen. Ja.
59. Oh ja, 82. Ja, precies. Ja. 58,8. Net geen 59. Nee, maar ik was wel 60. Zwaarder. Ja, maar ik begin ook wel blokjes te zien bij jou een beetje. Ja, een beetje. En ik zie dat je onder de zonnebank bent geweest. Ja, ik ben een klein beetje verpieterd. Verpieterd? Oké. Nee, nou, dus voor mij, conclusie. Ik ben ook iets lichter geworden. Maar vind ik niet per se heel erg. Modeshowtje doen, denk ik. Ja, dat wou ik ook zeggen. We gaan het modeshowtje doen. Nou. Top. Even de flexing pose. Ja. Ben jij weer de presentator? Wat? De omroep, hè? Was ik dat vorige keer? Ja. Oké, dames en heren, dan gaan we. From double bicep. Turn right. Turn right. Lekker hoor. En nog een keer naar rechts. Je benen erin of zo. Nog eens maskeren poos. Holy shit. Nou, dat was weer een lolletje, hè, jongens. Nou, ik hoop dat de kijkers thuis ook een beetje trots op ons zijn. Dat wij zo goed ons best hebben gedaan. Dat hoop ik ook. En dat was natuurlijk ook wel een beetje het doel van deze serie. Sowieso voor jou het afvallen. Voor mij een beetje strakker in het vel komen. Ja, en een beetje een, hoe noem je dat? Jij zegt dat altijd goed. Een duwtje in de rug. Ja. Ja, gewoon een stok achter de deur eigenlijk. Precies, gewoon een setje. Een setje in de rug is het. Setje in de rug? Nee, maar ik ben er wel tevreden mee. En ik ben ook wel blij dat ik dit weer eens heb gedaan. Dit is echt, serieus denk ik, de eerste keer sinds 2 jaar, 3 jaar dat ik er een beetje fit uitzie. Nou ja, maar tof toch? Ik hoop dat mensen thuis ook een beetje heeft gemotiveerd om wat te doen. Echt zo, dat hoop ik ook. Ja, dat was hem. Dat was de serie, dames en heren. Miniserie. En, ja, de miniserie. En wij hopen natuurlijk dat we jullie thuis ook een beetje hebben gemotiveerd om af te vallen. Of natuurlijk, ja, wat je doet. Om aan te komen. Ja, gewoon daar naartoe te werken. In ieder geval lekker te gaan sporten en fit te worden. Ja, mocht je vragen hebben of weet ik veel over oefeningen, over voeding. Of wat we hebben gedaan. Ja, afvallen, aankomen. Dan kan je ze in de comments hier beneden even vragen. En dan zullen wij die sowieso even beantwoorden. Ja, en vond je dit nou leuk, zo'n serie? Laat het even weten. Want dan gaan Fren en ik meer conceptjes bedenken. En dan... kan Fren misschien vaker dit soort miniserietjes doen van een paar afleveringen. Ja, ja, lijkt me sowieso. Ja, ik ben wel benieuwd of ze liever serievideo's hebben of random vlogjes. Dat is wel goed om te weten inderdaad. Dus, heb jij voorkeur, reageer dat ook even in de comments. Nou, bedankt voor het kijken. Tot ziens. Abonneer je onder als je het niet hebt gedaan. Geef even een likeje. Dan zien we jullie graag aankomende vrijdag terug. Bij een gloednieuwe video. En echt, dames en heren, die moet je echt gaan kijken. Want die wordt echt hilarisch. Je kent dat niet, hè? Jawel hoor, zag er nice uit. Ja? Ja. Dus die beentjes. En nu front lat spread. Nee, dat kan echt niet. Doe. Dat is zo lelijk. Ja, doe het. Ja, eeuw, kijk. Als ik dat even serieus, ik word helemaal warm van. Dus van de achterkant. Is het ziek? Ik wil het even terugzien. Oh, beast mode. Sick hoor. Ik zie alleen maar duwen op rot die armen. Daniel, even t-shirt nog aan. Dat kan natuurlijk niet, hè. Ja, sick. Beentjes. Ja.